In een democratie moet je kritiek mogen uiten, vrijelijk. Moet je de spot kunnen drijven met gezaghebbers. Moet je humor gebruiken als wapen om te relativeren. En het past dan niet om zwaardere wapens dan een pen of een potlood te gebruiken. Vlaggen bij het stadhuis gingen al op stok. Er werd de spandoek opgehangen. En de inwoners van de stad zijn opgeroepen om bijeen te komen. Op het bordes van het stadhuis werd stilgestaan bij de aanslagen in Parijs. Peter Lauwers, Erik Alink, Michel van Gerwen en burgemeester Ton Rombout spraken de bijeengekomen mensen toe. Burgemeester Rombout had een bijzondere oproep aan de inwoners van de stad. Ik zou iedereen willen oproepen om, ondanks de innerlijke woede die ik ook voel, uiterlijk kalm te blijven en met het gesproken en geschreven woord hierop te reageren. Met een pen, met een potlood, met een gesprek. Misschien ook wel met een gesprek met iemand die je normaal nooit spreekt. Iemand uit een andere cultuur in onze stad. Laten we nou juist in deze dagen elkaar opzoeken. Het puntje van een gouden pen is het felste wapen dat ik ken. En fellere wapens moeten we in een vrij land niet willen gebruiken. Stadsschonekeur Erik Alink riep de inwoners van de stad op om met elkaar in contact te komen. Ergens zijn we haar kwijtgeraakt. De onbezorgde tijd. De tijd dat je bij het woord aanslag enkel aan het geluid van een Remington typemachine dacht. De tijd dat cartoonisten niet stilletjes hun doodvonnis tekenden. De tijd dat schrijvers zich niet drukten, maar uitdrukten, zonder angst. Laten we die verloren tijd zoeken. Met moslims, met andere gelovigen, met atheïsten, met iedereen die barbarisme afwijst. Ik vind dat we in Europa de vrijheid hebben om ons uit te drukken. En als dat iemand niet zint, dan kan die naar de rechter stappen en dan hebben we daar wetten voor. En gezamenlijke afspraken om te zeggen, je gaat te ver of je gaat niet te ver. Maar je mag de vrijheid van creativiteit mag je nooit de kop indrukken door mensen in koele bloeden te vermoorden. En dat is er gebeurd. Alink riep de mensen op om genuanceerd te blijven denken en kijken. Hij is ook niet bang voor eventuele aanslagen hier in de buurt. Omdat angst een slechte raadgever is. Daar waar mensen zich bang laten maken, gaan ze niet alleen hun deuren en ramen vergrendelen, maar ook zichzelf. En gaan ze hun denken vergrendelen. Dan gaat de boel op slot. Ik denk wanneer je zonder angst blijft, dat je open durft te kijken naar de wereld en verder kijkt dan het tuinhekje.